Kunnen boeken en woorden troost bieden in deze tijd? Misschien heeft u zelf troost gezocht in woorden. Deze serie Troostverhalen in de bibliotheek gaat daarover. Mijn naam is Maureen Kamphuis en ik spreek met een aantal bijzondere gasten over het thema troost. Vandaag is de gast directeur van het cultuurgebouw, Arjen Davidsen. Arjen, welkom. Hey, dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, het is natuurlijk een hele rare tijd. Dat went een beetje, maar niet helemaal. Dus het blijft elke dag toch raar wakker worden. Dat je denkt van, oh ja, deze tijd. Ja. Maar we gaan ook weer heel langzaam, zeker stapje voor stapje, terug naar het normale hier. De bibliotheek is weer open. De Schouwburg is weer een beetje open met voorstellingen voor maximaal 30 personen. Ik ga er vanavond voor het eerst zelf heen. Ik heb heel veel zin in. Het kunstencentrum met de muziekles en dergelijke is weer deels begonnen. Eén op één les mag. Groepsles nu nog niet. Koren mogen nog niet. Blazen mag nog niet. Maar er wordt weer voorzichtig wat les gegeven. Ja. En dus heel langzaam komt het op gang. En hoe heb je het ervaren toen het niet open was? Was dat moeilijk? Het was heel raar. Het was moeilijk, want je moet alles ineens opnieuw uitvinden, want dat heb je nooit eerder meegemaakt. Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt. Tegelijkertijd vond ik het, klinkt misschien gek, maar toch ook wel weer een uitdaging. Ik bedoel, je wordt wel even op scherp gezet, van hoe gaan we dit fixen? En niks is normaal en alles is weer een avontuur. Dus hoe naar en vervelend ook, op de een of andere manier haal je er ook wel weer energie uit. Ja, hebben jullie speciale activiteiten ontwikkeld om mensen aan het cultuurgebouw te blijven binden? Of, ja. Er is in eerste instantie natuurlijk, zoals elders ook, heel veel digitaal gegaan. Ja. Lessen werden ineens digitaal gegeven. De bibliotheek heeft een enorm digitaal aanbod heel snel ontwikkeld samen met andere bibliotheken in het land. Waardoor je online allerlei poëzieprojecten kon doen of leesprojecten, voorleesprojecten. Er was van alles. Er werden andere dingen online uitgezet. Fotowedstrijden, maquettenwedstrijden. Er gebeurde echt heel veel. Vanuit het poppodium weer hele andere activiteiten. Daar werd een Spotify-lijst samengesteld die troostmuziek bood. Dat past mooi bij dit thema. Absoluut. En er werden online bierproeverijen gedaan. Er reden er autootjes met bierpakketten naar de vaste klanten. En die gingen dan allemaal online met elkaar proeven. En dan kregen ze toelichting bij wat ze aan het drinken waren. Oh, en thuis van achter de camera. En ja, er ontstond een enorme variëteit aan originele activiteiten. Ja, ja. En werd er goed op gereageerd? We kregen ook bijvoorbeeld vanuit de gemeente meermalen te horen dat ze ons echt wel een voorbeeld vonden van hoe je je ook kon manifesteren in zo'n rare periode. Dus we kregen er echt wat complimenten voor. Ja. Maar we merkten het ook zowel van onze vaste gebruikers, bezoekers, cursisten, abonnees. Maar ook van onze eigen medewerkers en vrijwilligers. We hebben hier heel veel vrijwilligers. Mm-hmm. Dat mensen daar heel blij mee waren. Dat het niet gewoon echt allemaal stopte, maar dat het weliswaar op een andere manier. Soms een beetje houtje touwtje, maar gewoon toch heel snel weer van alles er gewoon toch weer doorging. Ja. Ja, want hoe hebben jullie dat ervaren? Je noemde het woord troost al. Waren mensen op zoek naar houvast, naar troost? Of? Je hebt natuurlijk heel veel te maken met heel veel verschillende mensen. En omdat wij zo'n ongelooflijk brede organisatie zijn, hebben we doelgroepen van jong tot oud. En van mensen die heel zelfstandig zijn tot mensen die juist heel erg veel behoefte hebben aan sociaal contact, aan hulp en ondersteuning. Ja. Dus het verschilt van persoon tot persoon natuurlijk. Maar je merkt gewoon dat heel veel mensen al heel snel gewoon toch eenzaam werden. Ja, Maar of gewoon het niet meer snapten. Dus zoiets hadden van wat gebeurt er. En dan is het ook voor een cultuurgebouw natuurlijk mooi als je daar iets in kan betekenen. Ja, want die rol heb je wel als het ware opgepakt. Of dat vind je ook passen bij de rol om troost te bieden of om iets te bieden voor dat soort doelgroepen. Ja, ik vind sowieso kunst en cultuur, wat natuurlijk onze core business is, om het eens met een lelijk Engels woord te zeggen. Kunst en cultuur vind ik nou bij uitstek iets wat troost kan bieden. Want dat gaat over schoonheid, dat gaat over alles wat je ook associeert met troost. En dus dat moet je dan op zo'n moment natuurlijk onmiddellijk ook op die manier gaan inzetten. Dan is kunst en cultuur niet alleen maar een doel, maar ook echt een middel. Ja, en dat werkt ook goed?
Ja, dat is natuurlijk wel lastig omdat het allemaal zo op grote afstand plaatsvindt. Maar je bent dus indirect, hoor je dus inderdaad wel terug hoe dat ervaren wordt en hoe dat aankomt. Maar wij merkten echt wel dat mensen heel blij waren met het feit dat er gewoon nog steeds van alles mogelijk was. Ja. We zitten hier natuurlijk in de bibliotheek, een heel belangrijk onderdeel van het cultuurgebouw. En de bibliotheek is natuurlijk ook een soort van huiskamer voor veel mensen. Dit is een heel laagdrempelige locatie waar mensen gewoon soms heen komen om een boek te lenen. Maar soms ook gewoon voor wat contact, om even de krant te lezen, om even aanspraak te hebben. Ja. Dat viel natuurlijk allemaal weg. Uh-huh. En toen is op een gegeven moment spontaan het initiatief vanuit de medewerkers ontstaan om bibliotheekleden te gaan bellen. En dan met name bibliotheekleden waarvan het vermoeden bestond dat die misschien wel eens alleen thuis zouden kunnen zitten. En toen zijn er, ik geloof iets van 70 mensen zijn er echt in teams gaan bellen. Met onze leden van de bibliotheek. En dat werd enorm gewaardeerd. Sommige mensen die zijn daarna wel 10 keer gebeld. En die klampten zich ook echt vast aan die telefoontjes. Oh. Eigenlijk met mensen die ze niet of nauwelijks kenden. Nee. En andere mensen die waardeerden net en zeiden van, joh, dat is leuk. Dat is 1 keer is genoeg wat mij betreft. Dus dat is ook prima natuurlijk. Ja. Maar op die manier hebben de medewerkers van de bibliotheek in deze hele rare periode dus ook weer een andere manier gevonden om hun belangrijkheid voor hun leden gewoon waar te maken. Ja. En dat was al echt van, vond ik een heel mooi voorbeeld van wat er hier spontaan is ontstaan. En waar ging zo'n gesprekje dan over? Koetjes en kalfjes, je kinderen, je kleinkinderen. Eigenlijk deed dat er niet toe. Die mensen hadden gewoon ontzettend behoefte aan aanspraak. En die ging ook terugvragen. Ik heb anekdotes verhaald dat oude dametjes dan echt heel belangstellend gingen vragen naar het gezin en de kinderen van die bibliotheekmedewerker. En daarna 2-3 telefoongesprekken ook alles vanaf wist. En dat gewoon ook allemaal onthielden. En zo ontstonden er gewoon een soort van virtuele belvriendschappen. Ja. Die misschien nog wel toekomst hebben, ook na afloop van deze periode. Waarom niet? Ja. Je kan natuurlijk allerlei dingen uit blijven wisselen met die belteams. Dus een hele nieuwe functie van de bibliotheek. Ja. Toen de bibliotheek ook weer open ging eindelijk, toen stroomden hier de boeken binnen die weer ingeleverd werden. Mensen hadden allemaal met stapels boeken thuis, dus die hebben ontzettend kunnen lezen. Dus dat is natuurlijk mooi, dat kan je ook echt goed alleen doen. Maar wat natuurlijk heel akelig was, de Schouwburg en het Poppodium, die zijn het hardst getroffen, want die konden helemaal niks. Ik bedoel, je kan ook niet of nauwelijks online, er is wel iets geëxperimenteerd met hier en daar is een online voorstelling, maar dat is toch heel beperkt. En die lagen echt maandenlang stil. Dus daar was het echt wel het pijnlijkst. Ja. En dat wat er nu is ontwikkeld, heb je het idee dat er ook sommige dingen doorgaan? Nu alles weer een beetje op gang komt? Het grappige is dat iedereen dat nu wel zegt. Want, het was een soort van paniekactie om snel alles digitaal te gaan doen. En om een thuiswerkomgeving te ontwikkelen, zodat we allemaal thuis konden werken. ICT-uitbreidingen enzovoort. Maar nu het er allemaal is en we allemaal ervaren hebben dat het ook hartstikke goed functioneert. En dat thuiswerken eigenlijk ook absoluut voordelen heeft. Bijvoorbeeld, er zijn bijna geen files meer. Het scheelt heel veel reiskosten. Mensen worden heel flexibel. En de ervaring is gewoon dat er misschien nog wel meer werk wordt verzet dan ervoor. Dus ik denk dat heel veel dingen wel blijven. Ja. Dus deels zal alles weer natuurlijk gaan normaliseren. Maar ik denk dat het een mix gaat worden van de oude wereld en de tijdelijke nieuwe wereld. Ja. En hoe zie jij dat zelf voor jouw werk? Heb je zelf ook het gevoel gehad, ik heb voor mijn eigen werk ook nieuwe manieren gevonden? Nou, wat ik moeilijk vond was, we waren hier heel erg druk bezig met het creëren van meer eenheid in het cultuurgebouw. Het cultuurgebouw is natuurlijk gigantisch groot en bestaat uit 5 voormalige organisaties die allemaal hun eigen cultuur, hun eigen medewerkers en hun eigen doelgroepen hebben. En we waren dus heel hard bezig om daar een eenheid van te maken met alle activiteiten. Kruisbestuiving. En gewoon die grenzen te slechten. En dan één grote kunst- en cultuurorganisatie voor de gemeente Haarlem en meer van te maken. En toen kwam dit. En toen noodgedwongen kroop iedereen toch weer een beetje terug in zijn eigen schulp. Dus ik had wel even het gevoel van, we zijn weer terug bij af. Ja. En we moeten dus nu weer open gaan weer opnieuw gewoon gaan werken aan weer dat elkaar opzoeken. En weer gewoon te gaan bouwen aan dat cultuurgebouw. Ja. Maar het is wel mooi om te zien hoe sterk die verschillende onderdelen iedere aan zich nog zijn. We hebben allerlei werkgroepen in de organisatie natuurlijk, waaronder een programmeringsgroep. Dat zijn mensen vanuit alle geledingen. Daar zitten dus mensen vanuit de bibliotheek in, mensen vanuit het kunstencentrum en uiteraard vanuit de Schouwburg en het Poppodium. Ja. Die bij elkaar aftasten. Goh, waar ben jij mee bezig en waar kan ik jou aanvullen? En kunnen we het misschien samen? En dan heb ik nog een leuk contact voor je. En heb je er wel eens over gedacht om het zo aan te pakken? Ja. Waardoor er gewoon nieuwe dingen ontstaan die anders misschien wel nooit ontstaan zouden zijn. Ja. En dergelijke werkgroepen hebben we ook op het gebied inmiddels van educatie en op het gebied van sociaal domein. En ik heb er nog wel een paar in gedachten waarvan ik denk van, nou, hoe meer we onderling contact kunnen opbouwen en hoe meer we kunnen afstemmen en uitwisselen, hoe liever wat mij betreft. Ja, want als ik naar je luister, dan ben je een man van verbinding.
hè? Je bent een man van de bruggenbouwer. Dat is een beetje mijn rol natuurlijk in deze organisatie. Ja. Want ik bedoel, werken hier ontzettend veel mensen. En dat zijn allemaal specialisten en allemaal vaklui. En mijn rol is het een beetje om voor die samenhang te zorgen. En juist dat was natuurlijk ontzettend moeilijk in de afgelopen maanden. Ja. Want ik zat dus thuis een beetje de samenhang te bewaken. Dat was alleen al een enorme uitdaging. Paradox. En dat heeft uiteindelijk wel geleid tot iets wat ik zelf heel bijzonder vond. Ik ben op een gegeven moment om toch mensen troost te bieden, maar ook om te informeren en bij de groep te houden, ben ik ze wekelijks gaan schrijven. Ik ben een mail op gaan stellen naar iedereen, alle medewerkers, dat zijn inclusief de vrijwilligers, zijn dat er een 500 ongeveer. En dat was een beetje een mix van nice to know en gewoon informatie, belangrijke informatie, maar ook gewoon leuke dingetjes. Veel uitroeptekens in de tekst, proberen gewoon echt enthousiast te zijn. En gewoon toch een soort van vertrouwen uit te stralen en de hele tijd mensen op te roepen, elkaar gewoon te steunen en enzovoort enzovoort. En dat was best een lang epistel elke week. En ik ging dat eigenlijk steeds leuker vinden. En ik hoorde via dat maakte het ook zo leuk, dat mensen het ook echt waardeerden en er ook echt blij mee waren en er ook echt steun uit haalden. Ja. En toch een soort van betrokkenheid van dat cultuurgebouw daardoor bleven voelen, ondanks het feit dat ze al zo lang helemaal alleen thuis zaten. Ja, en schreef je dan vanuit je persoonlijke titel, vanuit Arjen Davidsen schrijft, zeg maar? Ja, nou het begon eigenlijk een beetje als het verslag van onze corona-stuurgroep. We hadden een stuurgroep opgesteld met mensen uit verschillende geledingen. En die gingen heel streng en serieus aan de slag met reglementen en afspraken. En nou, de eerste mail was eigenlijk een soort van verslag daaruit naar alle mensen, zodat iedereen op de hoogte was. Maar dat heeft zich in de loop der weken heeft zich dat ontwikkeld tot iets wat veel losser werd. Ja, en heel warm eigenlijk. En veel gezelliger. Ja. Ja, wat leuk. Dus ik heb er wel eens over gedacht van, goh, misschien moet ik naar aflopen. Ze zitten allemaal bundelen. Als een soort van dagboek van de coronatijd. Ja, inderdaad. Ja. Een soort logboek van hoe het is wie gegaan. Wie weet. Misschien is het niet meer terug te lezen hoor, straks. Dat je denkt van, nou... Waar heeft iemand het over? Ja. Ja. Ik vond dat is voor mij persoonlijk, is dat eigenlijk de meest concrete herinnering aan deze periode. Omdat ik op die manier geprobeerd heb gewoon houvast te houden op de organisatie, op al die 500 mensen en mijn rol als samenbinder een vorm heb proberen te geven. Ja, ja. Ja. En als we kijken naar troost, zoals je net beschreef met muziek, hè, de Spotify-lijst, heb je dat zelf ook? Dat je soms, je zat alleen thuis, de samenhang te bewaken, waarschijnlijk een zoldertje op te ruimen, maar had je ook af en toe dat je dacht, ik zet even wat op. Ik wil even iets inspirerends. Wat deed je dan? Nou, er zijn verschillende manieren. Dus inderdaad muziek. Dat doe ik dan meestal niet thuis. Want dan heb ik twee kinderen die zeggen van, papa, mag dat geluid wat zachter? Want ik ben nog van de generatie dat het hard moet. En dat snappen zij niet. Dus maar in de auto, in mijn eentje, gaat die volumeknop natuurlijk vol open. Ja. En dan heb ik mijn eigen Spotify-list met de muziek die voor mij heel belangrijk is. Ja. En dat is, ik durf het hard niet te zeggen, maar dat is best wel veel oude muziek. Zeg maar gewoon, noem maar wat 70 rock, Lou Reed, Tom Waits, al dat soort muziek. Johnny Cash. Ik heb een boek meegenomen. Ja, je hebt een boek meegenomen, want jij vindt hem heel goed. Ik vind Johnny Cash echt geweldig. Ja? Maar toevallig heb ik nu dit boek bij me, maar ik heb honderden helden in de muziek. Dus wat dat betreft is voor mij muziek, daar haal ik heel veel troost uit. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld ook heel veel troost uit kan halen, en dat is meer iets van deze tijd, is erop uit, de natuur in. Dan als het allemaal even aanvliegt en te veel wordt, dan ren ik naar buiten, spring ik op mijn racefiets. En dan rijd ik zo snel mogelijk de stad uit, de weilanden in, het groen in, de natuur. Ja. En dat biedt mij ook enorm veel troost. Ja, wat is dat toch? Hè? Dat we dat hebben we namelijk meer mensen. Hè? Jogger werd heel hip. Ja. Mensen gingen lammetjes kijken. Ja. Wat denk jij dat het is dat zoveel geeft van die natuur? Want in principe is er daar ook geen mens. Maar toch, thuis zonder mensen of in de natuur zonder mensen. Op het gevaar dat het nou heel zweverig gaat worden. Maar we zijn natuurlijk onderdeel van de natuur en dat vergeten we wel eens. En daar zijn we ook al een beetje van losgezongen geraakt. Ja. Maar als ik, om een voorbeeld te noemen, zoals afgelopen week aan het fietsen ben door de bossen achter Utrecht bij Lage Vuurse. En ik kom op een gegeven moment zo het bos uit en ik kom in een immens veld met honderdduizenden vuurrode klaprozen. Ja. Dan valt mijn mond over en denk ik van wow, dit is echt, daar ga ik echt even 10 minuten staan staren. En dan voel ik een soort van rust en dan denk ik van dit is de natuur, hier ben ik onderdeel van, godzijdank. Ja. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook, ik woon op een boot en vanochtend, ik sta een boterham smeren, ik kijk uit het raam en dan
komt een moederzwaan met 5 kleine zwaantjes langs. Dan sta ik ook echt zo van, wow. Ja, ja. Mooi. Klinkt een beetje zweverig, maar dat is net hetzelfde gevoel als dat muziek kan geven. Dat is die troost waarvan je denkt van, yes, dit geeft gewoon echt een oppepper. Ja. En jij hebt er ook iets meegenomen van Johnny Cash. Hè? Ja. Je hebt een klein stukje uit de biografie. Zal ik hem even laten zien aan de mensen? Kijk. Johnny Cash, de biografie. Vrij dik. Door Robert Hilburn. Wat ga je lezen? Ja, er was mij gevraagd om een stukje voor te lezen. Wat mij dan troost biedt. Dus nou, ik stond voor die boekenkast. Ik dacht van jeetje. Honderden boeken van wat ga ik zoeken. Ik ben eigenlijk maar willekeurig gaan pakken en gaan bladeren. En toen viel mijn oog op een stukje uit de biografie van Johnny Cash. En ik dacht van ja, dat vind ik wel toepasselijk. Kijk, ik heb eens een hoekje omgevouwen. Hier. Het hele boek gaat eigenlijk over de opkomst en ondergang ook van Johnny Cash. Want zoals bij veel rock'n'roll sterren is natuurlijk ook Johnny Cash gewoon het slachtoffer van ongelooflijk veel drank en drugs en ellende. En waar hij dus enerzijds stijgt en stijgt en stijgt en steeds groter wordt, wordt hij zelf een steeds groter wrak. En hij heeft ook een vrouw en 2 kleine dochters. En er wordt heel mooi, beeldend beschreven in het boek hoe dat langzaam zeker verbrokkelt. En hoe hij helemaal zijn gezin kwijtraakt, zijn vrouw kwijtraakt en zijn kinderen niet ziet opgroeien. En alleen maar bezig is met dat succes en met die drank en die drugs. En dit stukje gaat erover dat hij op een gegeven moment toch in een soort van wanhopige poging daar nog weer iets goeds van te maken zijn dochters meeneemt op tournee. En dan schrijft zijn dochter het volgende. Hij was tijdens die tournees een ander mens, zegt Cathy. Hij werd volledig in beslag genomen door zijn werk. Het was indrukwekkend omdat hij de baas was over al die mensen. Je kon zien dat hij blij was dat wij daar waren, maar we moesten ons vooral vaak rustig houden. Iedere dag deed hij een dutje voor hij moest optreden. We zaten in de bus en vervolgens in het hotel en dan wachten we op hem in de kleedruimte. Het was voortdurend haasten en dan waren we opeens weer thuis en was het weer leuk. Rosanne herinnert zich die periode in het huis nog levendig. We waren allemaal zo gelukkig, zegt ze. Hij was dikker geworden en hij zag er zo goed uit en hij leek gelukkig. Natuurlijk waren er nog steeds aanpassingsproblemen, maar mijn voornaamste herinnering is dat het fijn was. Ik had mijn vader terug. Dat vind ik mooi. Oh, ja, dat is echt ontroerend, hè? Ja. Ja, en als je dat zo leest, hè, want wat jou waarschijnlijk het meest raakt is dat zij die verbinding weer terugvonden. Ja. En waarom vind je dat zo fijn bij zo'n man als hij? Nou, de extremen zijn zo mooi, weet je wel. Ja. Ik bedoel, meer naar de kloten, als hij op dat moment was, kan haast niet. Ja. En dat hij er dan toch weer terug weet te vinden dankzij die vader-dochterband. Ja. En dat het verteld wordt vanuit die optiek van die dochters. Ja, dat is, vind ik wel heel ontroerend. Ja, ja. Ja, ik kan het helemaal invoelen. Ja. Het is eigenlijk omdat het zo'n moeilijke man is eigenlijk. Ja. Ja. En, een gewone, eenvoudige burgerman, die heeft waarschijnlijk precies hetzelfde met zijn kinderen. Maar dan is het minder extreem dan in dit geval. En daardoor wordt het hier zo gehighlight. Ja. Ja, en je voelt ook dat zij dat zelf ook zo ervaren. Ja. Dat hij niet een gewone burgerman is. Hè? Ja. Dat hij het zelf ook met haast. En ook dat grote geluk wat hij blijkbaar toch overbrengt. Ja, ik vind het zo mooi dat ze dan zegt van dat hij dik wordt. Weet je wel? Dat is ook zo'n teken van geluk en voorspoedigheid. Dat die junk, die was natuurlijk die uitgemergelde junk, door de aanwezigheid van zijn dochters weer helemaal dik wordt. Ja, 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 weer helemaal vervuld letterlijk. Ja, prachtig. Ja. En welke muziek vind je mooi van hem? Kan je een liedje noemen wat je heel erg waardeert? Nou ja. Dus een album de afgelopen jaar is er een hele serie op het American label uitgekomen, geremasterde nummers. En dat is echt een waanzinnige serie. En ik kan er niet zo 1, 2, 3, 1 nummer uithalen, maar dat zijn eigenlijk heruitgaves van zijn eerdere werk en opgepoetst werk. Hoe heet die producer die dat gedaan heeft? Rick Rubin. Dus sowieso een van de beste producers in de rock scene ooit. En die is op een gegeven moment met Johnny Cash, die toen eigenlijk helemaal niet meer hip was, aan de gang gegaan. Ja. En dat was eigenlijk de comeback van Johnny Cash vanwege dus die geremasterde albums door Rick Rubin. Geweldig. En dat was voor mij ook de herontdekking van Johnny Cash. Ja, je volgt hem eigenlijk echt. Ja. Ja. En mensen die thuis zijn, hè? Als je zegt van, ze willen misschien ook wel naar Johnny Cash luisteren of naar andere helden van jou. Waar kunnen zij het beste terecht, vind je? Moeten ze allemaal op Spotify gaan of zeg je van nou, ik wil hier niet een ordinaire Spotify reclame gaan, maar ik vind het wel een ontdekking, dat hele Spotify. Ik bedoel, ja. Ik heb
als ik er nog aan terugdenk, duizenden uren van mijn leven besteed aan het opnemen van cassettebandjes, ja. Het verzamelen van cd's en in hoesjes stoppen. Ja. En daarna ook nog een korte periode had ik zo'n apparaat waar ik dan al die muziek digitaal op ging zitten uploaden. En daar ben ik ook weer duizenden uren mee bezig geweest om maar gewoon op de een of andere manier grip te krijgen op een muziekverzameling. En nu heb je Spotify, je betaalt een bedragje per maand en je hebt gewoon alle muziek die er bestaat gewoon eindeloos tot je beschikking. Ja, en dan zit jij in die auto, zit je lekker met je eigen lijst. Ja, heerlijk. Ja. Maar het is sowieso heel fijn, weet je. Ik zit pas geleden op Netflix zit ik te kijken naar, hoe heet die ene serie nou? Die Engelse serie die 2 eeuwen terug speelt. Outlander? Nee, die niet. Dat is Schots. Ik kom er zo wel op, maar die serie heeft zulke verschrikkelijk goede muziek. En dan zoek ik dus op Spotify op de naam van die serie. En dan krijg je dus gewoon al die muziek die in die serie zit, krijg je dan ook weer als een playlist. En dan kan je gewoon al die muziek weer zo in één keer terughalen horen. Ik vind dat een openbaring. Ja, dat kan me wel voorstellen. Peaky Blinders, die serie bedoel ik. Oh, Peaky Blinders, Maar er zit zo fantastische muziek zit daarin. Ja, nee, dat vind ik ook heel mooi. En mooie kleding. Ja. En verhalen, hè? Verhalen die hier zo in de bibliotheek zijn, kunnen die jou ook troost bieden? Want eigenlijk is dit een heel mooi verhaal over Johnny Cash. Dit hangt natuurlijk samen waarschijnlijk met een soort fascinatie voor die voor dat genre, hè? Voor die man en ook andere mensen echt, in dit genre. Ja. Het is echt een periode geweest dat ik heel veel van dit soort biografieën heb zitten lezen. Ja. Maar normaal gesproken lees ik natuurlijk ook gewoon heel veel fictie. En een boek waar ik bijvoorbeeld meteen aan moet denken als jij het hebt over het thema troost. Ja. Is, ik heb het vanochtend toch weer even bijgepakt. Is het boek heet origineel Mijn lange weg naar huis, geloof ik. Van Indische schrijver Saru Blindy. Is ook later verfilmd als Lion, heet die film. En dat is zo'n waanzinnig verhaal. Het gaat over een jongetje van 5. Een klein jongetje die samen met zijn broertje op een treinstation staat in India. Nou, je kent treinstations in India. Dat is een gekke huis. En dan raakt zijn broertje kwijt. Helemaal in zijn eentje op het treinstation. En in paniek springt hij in een trein. Want hij denkt dat hij daar zijn broertje ziet. En die trein begint te rijden. En uiteindelijk komt hij helemaal aan de andere kant van India. Als jongetje van 5 eruit. Nou, volgt een enorm hoop ellende. Komt in een tehuis, in een weeshuis terecht. Hij is dus heel zijn familie kwijt. Als jongetje van 5. Komt ook niet meer goed. Ja. Wordt op een gegeven moment geadopteerd. Gaat naar Australië. Groeit daar op. En op zijn 30ste gaat hij dan met behulp van Google Earth. Gaat hij op zoek naar dat treinstation. Want daar heeft hij nog herinneringen van. En dan gaat hij echt helemaal met pijlen en passes uitzetten van en op een gegeven moment na jaren zoeken misschien wel, dat weet ik nu precies, lang zoeken, heeft hij zoiets van dat moet het treinstation zijn geweest waar ik met mijn broer was en waar ik mijn familie ben kwijtgeraakt. En dan gaat hij op zijn 30ste gaat hij terug naartoe en dan vindt hij dus zijn moeder weer terug. Is het echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd, het is schrijven van het boek. Maar als je het nou hebt over een troostrijk boek, ook mooi verfilmd dat je niet van lezen houdt, Lion. Ja, dat is echt een tranen met tuiten. Ja, maar dit ga ik wel zeker opzoeken. Ja. Want ik heb het ook gelezen in een interview. Ja, waanzin. Mij. Ja, prachtig. Okay, wat mooi. Ja. Ja, ook weer over verbinding terugvinden. Ja, hè? Misschien dus, wel. Misschien is het wel mijn thema. Het is jouw thema misschien. Ja, want het lijkt de kinderen die weer terugkomen bij hun ouders. Na een beetje een lange periode. Is dat iets wat wat ook nu aankomende periode, staat het hoog op jouw agenda? De connecties weer maken met het publiek, met iedereen die hier ooit zo heel makkelijk binnenliep. Mm-hmm. Nu is dat allemaal wat, het is normaal, maar het is toch ook nieuw. Staat dat heel hoog in jou? Nou, als je dat vraagt, moet ik meteen denken aan iets waar we het van de week over hadden. In een van onze laatste videovergaderingen werd er voor de zoveelste keer gezegd van, jongens, als we nou iets horen van onze medewerkers, dan is het dat men elkaar zo begint te missen. Weet je, dat die totale gebrek aan contacten met je collega's, met je werk, dat gewoon nu echt wel begint te vreten. Dat mensen er echt steeds meer last van krijgen. Ja. En we hebben dus van de week hebben we besloten dat we 1 ruimte hier in het gebouw, 1 grote vergaderzaal, die gaan we helemaal geschikt maken om af en toe weer een keertje als team daar veilig bij elkaar te kunnen komen. En we doen het echt alleen incidenteel, want het is op dit moment nog steeds de regel. We komen, als het even niet hoeft, nog niet naar het gebouw, want dan wordt het gewoon te druk en dat is gewoon niet veilig. Maar die ene ruimte, daar mag elk team mag eens in de week of in de 2 weken daar gewoon veilig afspreken. Goed ontsmetten, handen en zelf koffie meenemen. Want we hebben 100 regels opgesteld, omdat het wel absoluut veilig is. Maar we merken gewoon dat er gewoon mensen echt snakken naar elkaar weer eens echt zien. Ja. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die het niet durven. Dus we hebben ook gezegd, dat moet ook mogelijk zijn, weet je wel. Dus als jij wil video inbellen, dan moet dat ook kunnen. Want veiligheid staat voorop. Maar die mensen die echt gewoon heel graag elkaar willen zien, dat gaan we gewoon regelen. Ja, en verheug je je daar ook op? Op dat gevoel weer? Ik had vorige week hier
hier voor het eerst weer een echte fysieke bijeenkomst met 30 collega's. En dat is toch echt wel weer zoveel anders en zoveel fijner. Ja. En dan is het heel moeilijk om die afstand te houden. Want je wil bij wijze van spreken iedereen even lekker knuffelen na al die tijd. Maar het feit dat je mensen weer echt even weer in 3D ziet in plaats van in 2D. Ja, dat maakt toch wel een heel groot verschil. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En als we het hebben over programmering, waar kijk je het meest naar uit? Waar zullen we de mensen nu op attenderen? Nou, wat ik dus heel bijzonder vind, ze hebben in een hele korte tijd, wat dat betreft complimenten voor de mensen van het Poppodium en de Schouwburg, hebben ze een compleet nieuwe zomerprogrammering uit de grond gestampt, die helemaal voldoet aan de regels van deze maand maximaal 30 mensen en vanaf volgende maand maximaal 100 mensen. Met afstanden en gebruik van toiletten en het niet gebruiken van de garde. Nou goed, er is van alles bedacht. Overal aan gedacht. Ze hebben de kleine zaal van de Schouwburg helemaal omgebouwd. Het is een soort van indoor jazzclub geworden. Het ziet er waanzinnig gezellig uit met lampjes en sfeervol. Het is alsof je op de parade bent, maar dan binnen. En daar is nu gewoon de hele zomer lang, elk weekend, gewoon programma van artiesten. Die hebben ook een pluim verdiend, want die staan gewoon voor de deur te spelen. En dan kunnen 30 mensen in. Nou, reken maar uit, 30 keer een kaartje van 15 euro. Dat is wat de opbrengst is en daar doet die artiest het voor. Ja. Maar dan komt wel bijvoorbeeld Freek de Jong en andere echt grote artiesten, Ellen ten Damme. Maar echt gewoon grote artiesten van naam en faam. Precies. En als je daar dus, als het je lukt om daar tussen te zitten, want er zijn dus maar 30 kaart, straks nog 100. Als je erbij zit, dan maak je wel echt iets heel bijzonders mee. Oké. En dat lijkt mij leuk. Ja. Ik denk dat het een heel goed punt is om mensen ook eventjes op te attenderen. Ja, voor via de site kan je, want veel is inmiddels natuurlijk uitverkocht, maar er komen nog steeds voorstellingen bij, dus die gaan dan weer opnieuw in de verkoop. Ja. En er wordt ook gekeken of we voorstellingen niet twee of misschien zelfs wel drie keer op een avond kunnen doen, als een artiest dat ook wil. Sessies. En, dus dan krijg je dus inderdaad opeenvolgende sessies. Dus hou die site in de gaten en probeer erbij te zijn, want dit is eenmalig, want als deze zomer voorbij is, dan gaan we helaas bijna weer terug naar het normaal van vroeger. Ja. En dan dit bijzondere is dan, dat is dan voorbij natuurlijk. Oké. Ja. De bibliotheek is weer open, hè? Ja. Hartstikke leuk, lijkt mij. Ja. Mensen kunnen weer komen. Het is nog even een beetje behelpen. Het is een bibliotheekbezoek met een winkelmandje, zoals je het ook van de supermarkt gewend bent. Ja. Maar goed, dat is een hele kleine moeite. En daardoor is de bibliotheek er weer. En belangrijker nog, is de bibliotheek ook gewoon veilig te bezoeken. Ja, dat is waar. Ja. En tegelijkertijd is er natuurlijk in de afgelopen maanden ontzettend veel digitaal ontwikkeld. En dat staat nog steeds op de site. Dus als je niet fysiek naar de bibliotheek komt, kom dan een keertje digitaal naar de site van de bibliotheek. Want daar is ook ongelooflijk veel leuks voor iedereen te vinden. Ja. Ja, dan kan je ook online alles bekijken en lenen. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de sites van PK. Bij de site van PK kan je geloof ik inmiddels van 150 verschillende filmpjes kan je zelf leren gitaar spelen, viool spelen, maar ook boetseren, toneel spelen. En dat is nu ineens allemaal gewoon vrijelijk beschikbaar digitaal. Dus ik zou zeggen, grijp je kans en kom eens op onze sites kijken wat er nog niet allemaal aan nieuw aanbod is ontwikkeld. Ja. Ja, hartstikke fijn. Heel leuk om te weten dat er aankomt. En ik ga nu afronden. Ja. Maar ik vond het een heel leuk gesprek. Tenzij je nog iets heel erg dringends hebt te zeggen over troost. Of heb jij het gevoel, ik heb alles gegeven. Anders wordt het ook weer zo'n losse vlodder erachter. Nou, dankjewel voor dit gesprek. De tips waren van Arjen Davidsen, directeur van het Cultuurgebouw. Dank u wel voor het kijken. En ga naar de website, zoek alles lekker op, want het is allemaal weer begonnen. En wellicht tot de volgende keer. Bedankt. Ja, bedankt.